Het Taphuis lanceert zondagmiddag om 2:00 een limited edition bier. Arnhemse bierliefhebbers kunnen dit nieuwe, exclusieve biertje zelf tappen. Het Taphuis is een gigantisch mooie plek waar je 100 verschillende bieren kunt tappen en 80 verschillende wijnen. We hebben een super groot aanbod met bieren vanuit Nederland tot internationaal en maar verder. En sinds vandaag kan ik met trots zeggen dat we ons eigen bier hebben laten brouwen. Ja, jullie gaan nieuw bier brouwen. En wat wordt de naam van dit nieuwe bier? De naam is De Huisbaas. Stiekem toch een knipoog ook naar het Taphuis natuurlijk. We wilden toch dat het ook uit de streek kwam. Dat vonden wij vooral erg belangrijk. Het moest een lokaal product worden en niet iets wat ergens verderop werd gebrouwen. Er kwamen een aantal namen voorbij. En uiteindelijk, we wilden toch een soort van stiekem een beetje personificatie erin hebben. Weet je wel, van oké, als je binnenkomt, dit moet het bier zijn dat je wilt tappen. Dit is van ons. Nou ja, de bedoeling hier is dat je kan tappen eigenlijk met een pasje. Je kunt dat per centiliter doen. Bij deze mag je voor deze ene keer mag je mijn pasje lenen. Bijvoorbeeld, we hebben het vandaag over De Huisbaas. Je pasje kun je erin klikken. Dan pakt hij eigenlijk meteen het pasje. Yes, hier aan de zijkant zie je het goed staan. En bovenin hebben we de glazen hangen. En je kunt eigenlijk letterlijk tappen per centiliter. Dus op het moment dat ik tap, begint hij ook met afschrijven. Eerst het glas spoelen natuurlijk. We hebben er expres voor gekozen om het een hoppig blondje te laten maken. Ik heb samen met Steve 6 weken van tevoren hebben we er eigenlijk lopen twisten over wat het uiteindelijk moest worden. En het moest een bier zijn dat toegankelijk was voor iedereen. En na lang twisten was het uiteindelijk het blond bier waar we voor gekozen hebben. Maar dan wel met een kick erin. Die kick komt onder andere door de Fuggleshop die eigenlijk een hoofdrol speelt in dit bier. Het is een Engelse hop met mooie aardse en grassige tonen. Die hem lekker fris, doordrinkbaar, maar toch even net die bitter op het einde erin knalt. De basis is haver, gerst en als laatste de haver om hem nog wat zachter in mondgevoel te maken. Wat smaakt het nou? Vooral moutig. Het komt door die 3 soorten granen die erin zitten. Zo vol van smaak en daarom is hij ook flink lekker troebel. Super fris. Makkelijk doordrinkbaar. En eigenlijk is het meest belangrijke wat wij vonden. Yo, het is wel heel tof dat je 1 glas drinkt. Maar hoe vet zou het zijn als je naar die eerste denkt. Wow, ik lust nog wel een tweede. Ik proef inderdaad best wel een bittere nasmaak. Ja, klopt. Daar kwamen wij zelf ook achter. Maar tof is eigenlijk naarmate je hem eigenlijk steeds meer gaat drinken. Dan wordt hij steeds toegankelijker en valt die bitter eigenlijk langzamerhand weg. We hebben er maar 1000 liter van laten brouwen. Dus ik verwacht dat we hem ongeveer 2 maanden nog op tap hebben. En dan denk ik dat we er helemaal doorheen zijn. Zondag gaat hij in ieder geval geopend worden, de tap. Om 2:00 samen met onze Bronkhorster tap take over. We hebben hier 10 taps van Bronkhorster en natuurlijk onze eigen persoonlijke trots, De Huisbaas. Ja.